Het licht der illusie dringt binnen in de atmosfeer. Maar de aarde zorgt voor een schild en een speer. Zodat we niet riskeren om zelf licht te worden. Maar er zijn hier wezens die materie stoppen. Ze verleiden nu om buiten het heelal te stappen. Maar mensen zoals wij zouden het weer al niet snappen. We woonden in het paradijs, hebben het vernietigd. Door te gaan geloven in een god en godsdiensten. Het leidde naar illusie van wat ons machtig maakt. Waarna we vol zaten van wraak en harde haat. Telkens waar iemand denkt het licht te hebben gevonden, mondt het uit in oorlog. En zijn we weer vertrokken, bezig met de hemel, maar op aarde is het leven. Veel te veel problemen, door naar het licht te streven. Haal uw kop uit de wolken, negeer wat religies zeggen. Zo kunnen we de materie terugbrengen.
Het kind groeit naar de volwassenheid in geest, omdat evolutie impliceert dat materie transformeert. En eens je zelf iets weet en je ziet daar problemen, dan stap je erop af en probeer je raad te geven. Geef enkel liefde en veroorzaak geen pijn. Werk aan jezelf en probeer jezelf te zijn. Mensen zijn soms bang van hun eigen identiteit, want van hun omgeving mogen ze zichzelf niet zijn. Maar trek die schijn af en leid maar eens gezichtverlies, want uw leven zelf beïnvloedt mensen van ver of goed dicht. Je kiest, we vinden de weg die ons leven zal verbeteren, en zo kunnen we de materie transformeren. De wijze oude man zit in zijn hut alleen. Beseft nu meer dan eens de reden waarom hij leeft. De raad die hij geeft enkel als ze erom vragen. En gaat niet vanzelf tegen al de mensen zagen. Streef niet naar het licht, beleef je eigen lichaam. De man is als een boom en kan uren blijven stilstaan. De man is als een wolf, hij kan alles vernietigen. Maar doet het niet dus, want hij voelt ultieme liefde. De weg der mystieken is zich als een steen gedragen. Werp uw agressie af en doet dat alle dagen. Als mysticus kent hij de krachten van de wereld en weet wat ze doet, ze de mensen in leven. Hij verlengt de tijd, beleeft zijn tweede universum en verzet zich tegen zij die zouden willen vechten. Want door het controleren van emoties en het denken kunnen we als DMT de materie temperen.